Notaris Willems, u bent 34 jaar notaris geweest in Almelo. Hoe kijkt u op die periode terug? Ja, ik heb een geweldige tijd gehad als notaris. Je bent vrij jong. In mijn geval was ik net 33 toen ik benoemd werd. 34 jaar. Maar het is als de dag van gisteren. Maar dat zal iedereen met een bepaalde leeftijd ongetwijfeld zeggen. Welke veranderingen zijn er allemaal geweest in deze jaren? Nou, nogal veel. Nogal veel. De wereld die verandert in steeds grotere snelheid. Alleen al de digitalisering is zo ontzettend toegenomen. Als je dat vergelijkt hoe ik begon, dat je alles via de telefoon deed. We hadden nog niet eens een telefax. Wat gaat u nu doen in het notarisloze leven? Ja, dat is voor mij ook nog een beetje de vraag. Ik ga mijn opvolger Marjolein nog een aantal dagen in de week terzijde staan met dossiers waar ik nog mee doende ben. U bent benoemd tot opvolger van notaris Willems. Ja. Hoe is die benoeming in zijn werk gegaan? Ja, dat is een best pittige procedure. Je wordt door de koning benoemd en daarvoor is een ondernemingsplan vereist. Met een heleboel cijfertjes komen daarbij kijken, maar er zitten ook persoonlijkheidstoetsen aan vast. Diverse commissies waar gesprekken mee moeten worden gevoerd om uiteindelijk een positief advies te krijgen wat dus naar de koning toe gaat. En het laatste stapje was de beëdiging door de rechtbank en dat heb ik afgelopen donderdag, maar dat was een online beëdiging. En vanaf 1 januari mag ik mijzelf dus hier notaris noemen. Notaris Willems, die heeft gezegd dat de samenleving steeds complexer is geworden. Hoe denkt u daarmee om te gaan? Ja, dat het notariaat ook zal gaan veranderen in de toekomst, dat lijkt me duidelijk. Digitalisering zal steeds verder gaan. Ze zijn nu al bezig met het oprichten van ondernemingen dat online mogelijk moet worden gemaakt. Dus dan komt die blockchain technologie om de hoek kijken. Dus ja, ik ben gewoon heel benieuwd waar we ervoor staan als notariaat zijnde en hoe alles in zijn werk gaat op het moment dat ik aan mijn pensioen kan gaan denken. Ik fiets graag. Ik zit veel op de racefiets, dus dat zal ongetwijfeld wat meer worden. We zullen met de caravan wat meer op vakantie gaan, maar daar kun je niet een heel jaar mee vullen. Dus wie het weet, mag het zeggen. Ik ben het Almelo. Ik ben inderdaad hier geboren en getogen. En ik vind het een prachtige stad. Ik hou van Almelo en ik hou van de Almeloers. Ja. Ik ben zelf niet afkomstig uit Almelo. Ik ben hier als 25-jarige net afgestudeerde student komen wonen. Ik kom uit de kop van Drenthe. En ik heb wel gemerkt dat de stadjers, om het zo maar te zeggen, dat die op een andere manier met de notaris communiceren. Bent u een beetje Almeloer geworden met de Almeloers? Dat gevoel heb ik wel, ja. Onze kinderen zijn hier geboren. Die zijn allemaal weer weggetrokken. Maar wij blijven hier wonen. Wij hebben hier onze roots echt wel gevonden.